Van der Velde. Ja, 12 seconden erbij. Pellier tweede. Dat betekent dat Van der Velde nu op 39 seconden van de gele trui is gekomen. En dat hij, als hij 40 seconden straks overhoudt van zijn voorsprong, dat dan Van der Velde de nieuwe gele trui drager is. We gaan straks omhoog. Blankaert en Indurain hebben nog altijd 45 seconden op het peloton. En passeren nu ook dat bord van die 500 meter. En komen dus naderbij. Spanjaard lijkt mij iets meer werk te doen. Blankaert pakt 3 seconden, maar dat is niet zo belangrijk. En hier ziet u het resultaat van die laatste tussensprint. 12, 6 en 3 seconden. Deauville. U ziet waar we zijn, rechts onder in beeld. We gaan nu zo aanstonds naar de voet van de laatste helling. Hier met Van der Velde en met Pellier. Dit is die steile helling waarover we gesproken hebben. De Mont Cassini van derde categorie. En op de top wordt de weg heel smal. Dit kost kracht. Van der Velde heeft een kleinere versnelling geschakeld. Hij klimt bijna altijd uit het zadel. En hier schakelt Pellier verkeerd en is Johan van der Velde even alleen voorop. Dat kan een beroepsrenner ook gebeuren, zoals u ziet. En dan kom je heel moeilijk nog in je tempo. Wat is dit? Het gaat moeizaam. Van der Velde taxeert is hoe zijn vluchtgenoot erbij staat. Beneden ziet u het meer en daar een val, bijna val van Johan van der Velde. Hij trapt door, verkeerd geschakeld natuurlijk, niet goed. De voet daar, die helling op, zo steil is het. Wat een ontknoping weer vandaag. Wordt geholpen, Pellier is weg. Oh, oh, oh. Eerst schakelde Pellier verkeerd. En toen had Johan van der Velde zijn ketting niet goed geschakeld op de kamwielen. En nu moet Van der Velde natuurlijk een zware inspanning doen om terug te komen op het achterwiel van de Fransman. Daar komt hij. 50 meter verschil. Op 6,5 kilometer van de aankomst. Hier zijn Blankaert en Indurain in hun klim. En Van der Velde komt gelukkig weer terug op het wiel van Pellier. Dit is de top. 6,5 kilometer nog te rijden. We zijn teruggeschakeld naar Eddy Blankaert en Miguel Indurain. Nou, dat waren benauwde momenten voor onze landgenoot. Ben je de hele dag in de aanval en dan gebeurt je zoiets. De situatie
2 minuten 45 achterstand voor het peloton nog altijd. En het verschil tussen de twee voorop en de twee achtervolgers is 1 minuut 15. En nu pas naderen de Spanjaard en de Belg de top van de helling. Dus die twee komen steeds dichterbij. Terug bij de koplopers. Dit is die weg van pakweg 3,5 meter breedte waarover ik sprak. Waarin de twee koplopers natuurlijk in het voordeel zijn. Het peloton zal daar zeer veel moeite hebben straks om daar goed door te komen. Het gaat er dus om dat Van der Velde 40 seconden overhoudt. Dit is de koploper. Waarbij Pellier zeer hard doorgaat. En Van der Velde op de tanden moet bijten. Om zijn werk aan kop te doen. Maar dat heeft hij geleerd. Hij is met veel ambitie naar deze Tour gekomen. Hij is speciaal in de ploeg van Peter Post teruggekeerd na 2 jaar in Italiaanse dienst gereden te hebben. Omdat hij zei, ik wil de Tour rijden. Dat is de mooiste wedstrijd van het jaar. En ik heb het gevoel, als ik die Tour niet rijd, omdat mijn Italiaanse ploeg daar geen commerciële belangen in heeft, dat ik gewoon een beetje naast de feitelijke situatie in de wielersport kom te staan. We krijgen nog een afdaling naar het dorpje Benerville. Blankaert en zijn Spaanse gezel naderen steeds meer. Nog een verschil van 1 minuut en 5 seconden. Hier is hij, Blankaert. Met Indurain. Ook een van de slachtoffers van een valpartij. Dat ziet u aan zijn linkerknie die ingepakt is. Je kunt de Spanjaarden niet een zekere moed ontzeggen. Gisteren en voorgisteren ging Egave in de slag. En nu weer Indurain. De koplopers. Johan van der Velde is bezig aan zijn 6e ronde van Frankrijk. Beste positie was voor hem in 1982 toen hij in Parijs als 3e eindigde. Hier ziet u bij elkaar geteld de seconde bonificatie die vandaag verdiend zijn. Maar daar moeten nog 12 bij voor Van der Velde. 5 maal 12 is 1 minuut. Hij had dus vanochtend bij de start 1 minuut 39 achterstand. Als we dan de minuutbonificatie aftrekken, dan komen we dus aan nog 39 seconden. En Pellier helpt in ieder geval mee. Hier begint die afdaling. Nog 3 kilometer stond daar. En dit zijn Plankaart en de Spanjaard. Dit is dus die gevaarlijke afdaling. Kijk eens wat een bochten.
En het gaat in zeer grote vaart naar beneden. Ik hoop dat Johan van der Velde overeind blijft. Terug naar zeeniveau. En dan links de boulevard op. Hier zijn we nog 2500 meter van de finish. Het gevaar is geweken. De laatste bochten zijn genomen. Het gaat nu recht toe, recht aan naar de streep. De tourcarrière van Van der Velde hier in tweede positie begon in 1979. Hij eindigde toen als 14e in het algemeen klassement. In 80 was hij 12e, in 81 ook 12e. En dan in 82 derde, zijn beste prestatie. Maar de gele trui, die kon hij nog nooit te pakken krijgen. Wel dus twee ritoverwinningen. Villiers, die neemt keihard over. Tot het laatst toe blijft die samenwerking overeind. En dat is natuurlijk ook de reden van het welslagen van deze lange vlucht. Die begon na 15 kilometer. We zijn dus op minder dan 2000 meter. En ik moet eerlijk zeggen, voor ons Nederlanders kan dit een hele mooie dag worden. Je moet altijd een beetje voorbehoud nemen en houden. Want er kan nog van alles misgaan in het aanzetten. Denken we aan het achterwiel van Kneteman in de proloog. En nu? Wat gaat er gebeuren? Normaal is Johan van der Velde iets sneller dan de Fransman. Ik zeg in normale omstandigheden. Daar is het panneau van de laatste kilometer, die rode driehoek. Nog 1000 meter. Hier bij de finish, waar tienduizenden mensen zijn verzameld, stijgt de spanning. En natuurlijk bij u ook in de huiskamer. Pillier, wat nu? Nou, het lijkt me niet dat er een afspraak is gemaakt. Ze hebben gewoon doorgereden voor wat ze waard waren. En nu gaat het erom, wie heeft nog macht in de benen? Want er wordt met de grote versnelling gesprint. En degene die rechts van de weg rijdt, waar Pillier nu rijdt, is in het nadeel, want de wind komt van die kant. Wind waait uit zee. Hier komt Blankaert met Indurain. Maar dat vinden we niet zo interessant. Ik hoop dat de Franse regie snel teruggaat. Jawel, hier zijn we. Bij Van der Velde nog altijd in tweede positie. Wat hebben ze over? Johan van der Velde. Nog altijd in tweede positie. Nu zijn we in het oog van de vaste finishcamera's. Pillier verhoogt het tempo. Van der Velde in ideale positie, zou ik bijna zeggen. En daar komt hij. Van der Velde zet aan. Passeert hem. Rechts van der Velde. In tweede positie Pillier. Zal het dan toch waar zijn? Johan van der Velde, jawel. Hij wordt de winnaar van de vijfde etappe in de Tour. 2 Pillier. En hier zijn we bij Eddy Blankaert en Indurain. Na 3:04:05. Normaal moet Blankaert op één been de derde plaats kunnen pakken. Van der Velde heeft de rit afgelegd in gemiddelde van 40:05:79. Natuurlijk wordt Eddy Blankaert derde. Succes voor de ploeg van Post, 1-3. Blanca derde met een achterstand van 37 seconden. En Indurain vierde. En daar komt